zometeen gaat er gespeeld worden op het carillon van het Leidse stadhuis. Want er zijn nieuwe liedjes uit het roemruchte verleden van het Leidse studentencabaret. Ja, je moet er wat voor over hebben, maar dan moet je dus wel even die toren in. En ik begrijp eigenlijk nu pas heel goed waar de term torenhoog vandaan komt. En daar op het bordes van het stadhuis is een kleine receptie voor dit carillon bespelen. Nou, dat is torendiep.